Nou, welkom bij de nieuwe vlog. Daar is de Rijden Band. Nou, ik zal niet zeggen dat ze te laat zijn. Wel een hele krappe planning. Kijk, Damien heeft zelfs de pas erin. Zie je niet vaak. Nou, verzeer je niet. Bus te laat. En geen Anouk, geen Maurits. En geen Ramon. Hey chef. Hallo. Ik net te vertellen dat we niet compleet waren, maar alleen maar iets nog. Of, nee, weet hij? Amon. Ja, en weer niks verkocht. Je bent autoverkoper, hè? Niks verkocht. Dames en heren, zoek je nog? Wat voor auto? Ja, een Mazda, een Hyundai of een Mitsubishi. Ja, of natuurlijk een mooie gebruikte, maar het kan alles zijn. Ja. URL? URL. Welke website? URL, www.notenboom.nl. Ik zal het even spellen voor de duidelijkheid. NOTEBOOM. Notenboom. Ja. Noekske is het hier, hè? Noekske. Ons Noekske, want we zijn in Schijn. Hey, Noek, ja. Ik hoop dat de beelden zijn van de show. Ik stond net op het veld en ik weet dat jij de solo doet. In de tango. In de tango. Ja, dat klopt. Weet het allemaal. Kijk, BMC filmpje en weet ik welke show. Zit er altijd wel in. Maar Erik was er nu ook niet. Erik van Noord, de bugel solo in de ballet. En ik was even verbaasd dat jij hem ook deed. Ja, ik had even twee solos achter elkaar. Ja, ik was verbaasd. Ja. En ik dacht, oh jee. En ik had de Big Smell, die heb ik nu ook. Dat zijn niet de mensen niet, maar hij ging goed, hè? Ja, helemaal goed. Waarom heb ik dat niet even verteld dat je die ging spelen? Ja, waarom wel? Hoeft toch niet? Ah, ja. Ik heb het gewoon gedaan. Je stond gewoon in perplex. Nou ja, jij was gisteren niet op de repetitie, gisteren heb ik hem ook al gedaan. Nee, dat moet je niet zeggen, ik ben er al bij. Ook Marvin is er niet altijd. Ik was er niet. En dat ging lekker, ja. Hè? Hey, ja. Nu je hier toch staat. La Balle Rouge gedaan. Ja. Dit in 2019. En een ja, toch? Ja, ja 2019. Sorry, ja. Ik was even helemaal in de war. Ja. Loopt Mon. Ons Monske komt er ook nog even bij zometeen. Ja, dat denk ik wel. 2019, ja. RNB. 90 jaar. RNB TV. Ja. Ga jij eens even vertellen waar wij het afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest? Ja, met een nieuwe show. Een nieuwe show. Jongens. Kijk eens, kennen Soulmates. Daar hebben we afscheid van genomen in. Dadelijk overrijdt deze glasmaaier mij. Ik ben er een beetje bang voor. Hij maait het over. Ik We zijn er weer. Kijk, daar loopt ons monster. Die verkoopt auto's, dus die is geïnteresseerd in dit soort elektrische modellen. Anouk, nieuwe show. Soulmates hebben we afscheid van genomen tijdens de muziekparade. Klopt. In maart of februari. Februari. Waar zijn we mee bezig? Kunnen we dat zeggen? Thema niet, maar we kunnen thema zeker niet vertellen wat er aan de hand is. Wij zijn aanwezig. Moet van het gras af, zeker. Ingezaaid gras. Ja. Voeten vegen. Oh shit. Oh. Gras is net ingeënt. sorry meneer. Wisten we niet. Maar. Nieuw show. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Even serieus. We hebben vier delen, dat kan ik op zich wel zeggen. We hebben vier delen. We hebben vier delen. Het is heel... We gaan even een paar jaar terug. Chess. Oh, chess. Maak wel gebruik van schakelkast. Ja, klopt.
daarna kregen we... We gaan hints doen. Daarna gingen we naar Breakout. Ja, hadden we hekken. En een like. Hadden we ook. Toen kwam... Wat kwam er ook weer naar Breakout? Soulmates. Waar we dus afscheid van hebben genomen. Ja, nou, en dan. Nu? En nu La Balle Rouge. Rode ballen. Rode ballen. Dus we hebben eigenlijk in elke show een beetje een element. En ik kan wel vertellen dat we dat nu ook hebben. En het is nog niet zo'n kleintje, uiteraard, want dat is het rijmoment. Wij gaan altijd met hele grote dingen het veld op. Ja, onhandige dingen vooral. Vooral dus daar moeten we nog even goed op oefenen en ook zeker de materiaal. Goed repeteren. Moet daarop gaan oefenen. Ja. Maar ja, het zit verwerkt in het logo van de nieuwe show. En de nieuwe naam van de show en dergelijke wordt allemaal gepresenteerd. Ik zou zeggen, volg onze Facebook en onze Instagram van RBTV uiteraard. En dan gaan jullie dat zien. En dan hebben we Monske. Monske, we hebben net ons Monske. We praten een beetje in het Brabantse. In Brabants, hè? Rotmondertje, jongen! Noekske, Monske. En heb jij ook al undercover gekeken? Ja, Netflix, undercover in Limburg. Limbaag. Ja. Met een mapske. Oh, Limburg. Limburg, ja. Eén pot nat voor ons. Haaien. Maar dat undercover is Limburg. We hebben iets verteld over de nieuwe show, Mom. En ik ga er waarschijnlijk heel veel tussen uitknippen. Maar misschien kan je nog wat leuk vertellen over de nieuwe show. Dat het een onhandig voorwerp is dat we hebben. Weet ik voor de nieuwe show. Een banaan. Ja, die zit er ook in. Bananenshaker. Ketel 1. Oh, ook. Ja. Dat gaat er ook hard aan toe. Zo. Dat is een door, denk ik. Kunnen we er nog meer verzinnen? Dit is wel leuk. Nou, beter trouwens, dan kijk, die banaan waar Ramon het net over had, die kunnen jullie dus ook kopen. Nokken. Ja, dat weet u zelfs nog niet eens. Ramon weet dat wel. We hebben dus bananen met zo'n ding erop, zo'n klein stickertje. Gaat er maar aan staan. Oh, Chiquita banaan. Maar dan met een RB logoetje. Dus, maar dan gaan mensen allemaal zien. Kijk, rond naar de stand. Allemaal leuke dingen. Precies. En dit was het ons verhaal. Ons Monske. Hi. Wisten jullie dat de Gatamaran een Brabants uitvinding is? Huh? Ja? Er waren twee broers en de ene die had twee surfplanken, die doet stok ertussen. Vlaggenmast erop. En die andere broer zegt, wat ga je ermee doen? Ja, vol de open zee op. Zegt die andere, zo, ik had hem eraan staan. Ah, ik had jullie. Hoorden jullie hem? Ik sta even een potje te genieten van jullie afmars, leeuwen uit het Empelse Brabant. Ja, het Brabantse Empel. Is wel leuk, zullen we even omdraaien? Kan dat? Nee, dat kan niet. Ja, het Empelse Brabant. Nou, Hos, was die weer? Klonk lekker hoor, jongens. Nou. Ja. Ja, dat is spannend, hè? Maar weet niet wat ik aan hem vragen. Vindt hij een beetje eng. Maar Mau, we hebben een nieuwe show. Ja. Het thema kunnen we nog niet zeggen. Nee. Kun jij misschien wel iets anders kleins vertellen? Want wij hebben net al wat verteld, je weet ook niet wat. Dus ik ben benieuwd. Iets kleins? Ja, of nou, tipje van de sluier. Ja, of iets wat jij samenvat in onze nieuwe show. Even nadenken, maar natuurlijk ook niet te veel verklappen. Nee, dat mag nog niet. Ik weet niet, ik denk dat iedereen kan zich er wel aan relateren, denk ik. Dat iedereen, als je de show zou horen, dan denk je wel zo van, ja, dit klopt inderdaad wel. Zo kan ik het ook wel beleven. En hoe ervaar jij de opening van onze show? De opening? Ja. Hoe is dat? Ik vind het best wel lekker. Ik denk dat ook als je het thema hoort van de show en als je dan het eerste nummer hoort, dan denk ik van ja, lekker. Cool. Ja. Ja, zeker onze beginposities. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar wat het publiek daarvan gaat vinden. Nou. Spannend hoor. We houden jullie wel aan. Ja, hallo nog allemaal. Het is 1:15. Ik ben ondertussen alweer lekker thuis. Ik heb nog een gezellig busreisje achter de rug gehad en de rest was met eigen vervoer, dus ik doe nog even het outro. Volgende week hebben wij Erin Buiten, daar komt ook nog een leuke vlog van, dus hou ons kanaal even in de gaten. En verder zeg ik voor deze nu adios, ciao, later en voor mij, bye. Als je dat nou een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk onze Instagram niet te liken. Hey, Ramon zegt adios.